Waarom is het zo moeilijk om iets af te leren? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie heeft er nog nooit gejongleerd, maar wil het wel even proberen? Niet allemaal tegelijk. Jij? Kom maar. Ik doe het even één stukje voor en dan doe jij het natuurlijk vanzelf na. Ja, dus je begint met twee balletjes in één hand en het andere balletje in de andere hand. En dan gooi je er één op. Ja? Dat is het idee, hè? Van de ene naar de andere hand. Maar als deze op zijn hoogste punt bereikt, gooi je die op. En dan die, en dan die. Zie je? Ja, makkelijk. Ja, probeer maar een paar keer. Helemaal niet slecht. Bravo. Nooit gedaan, hè? Sfeer? Nog een keer. Nou, je bent echt goed. Je hebt talent. Dankjewel. Ja. Goed. Ik kan het niet veel beter. Ik heb het in het verleden wel eens gedaan. En ik heb voor deze gelegenheid nog even mijn skills opgewarmd. Eens even kijken hoe het gaat hier met het publiek erbij. Nou, nog enigszins. Gelukkig is een goede bekende van mij, Michiel Hesselink, zeer bedreven in dit onderdeel. En hij wil even laten zien hoe het door een expert uitgevoerd eruit ziet. Michiel, hoe is het nou met je? Nou, prima, Peter, dankjewel. Wat doe je zo de laatste tijd? Veel aan het jongleren de laatste tijd. Doe veel optredens in bedrijven en instellingen. Laatst ook nog bij jou, hè, dat congres van sport en wetenschap. Ah ja, dat was fantastisch. Dankjewel. En waar was je op vakantie dit jaar? Canada, hartstikke leuk. Walvissen gezien en beren. Mooie natuur. Ja. Drie ballen is natuurlijk ontzettend saai voor je. Kan je niet een paar bij doen? Ik kan er wel. Hartstikke bedankt. Nou, wat dan. Goed, een kleine illustratie van de drie fasen van motorische leerprocessen. Wat men noemt de cognitieve fase, de associatieve fase en de autonome fase. Nou was onze proefpersoon wel erg goed, dus misschien kun jij wel meteen van die cognitieve fase naar de associatieve fase. Maar die woorden staan natuurlijk ergens voor. In de cognitieve fase speelt het een rol dat je een beeld vormt van wat de taak eigenlijk is die je moet gaan uitvoeren. Vandaar dat verbale instructies in de vorm van stap voor stap uitvoeringsregels daar erg bij helpen. Denk bijvoorbeeld aan de eerste les met de autorijinstructeur die je vertelt waar de schakeling zit en welke pedalen er zo wel zijn en wat iets meer zijn. De aandacht is dan volledig op die bewegingsuitvoering gericht. In de associatieve fase leer je eigenlijk van die bewegingen een geheel te maken. Voor Michiel is dat meer en meer een feit. Hè? Hij is eigenlijk niet meer bezig met één losse bal, maar dat totaal van ballen gaat daar in de rondte. Dus bij hem is dat heel ver doorgevoerd. Je kunt hier denken aan bijvoorbeeld lezen en tikken. Ja, als je leert lezen, dan leer je eerst wat een letter betekent en dan een combinatie van letters en een woord en een frase. En op een gegeven moment leer je heel snel lezen door hele zinsneden tegelijkertijd waar te nemen. Idem met tikken, het uitvoeringscomplement daarvan. Je leert losse vingeraanslagen en geleidelijk aan leer je combinaties en leer je woorden produceren. En uiteraard is er niet alleen input- en output-chunking, maar ook
input betrekken op output. Denk bijvoorbeeld aan een ervaren tennisspeler. Iemand komt naar het net gerend, dat complexe visuele patroon neemt hij in één keer waar en hij ziet meteen dat hij de bal links of rechts in die ruimte daar in één vloeiende beweging kan benutten om een passeerslag te slaan. In de autonome fase heeft dat alles zo zijn beslag gekregen. De beweging is dan vergaand geautomatiseerd. En niet volledig, want je bent natuurlijk nog steeds bewust dat je die beweging aan het doen bent. Maar je aandacht is als het ware vrij om zich andere zaken te richten. En denk om aan een ervaren autorijder, oma die vele truien gebreid heeft, of een Braziliaanse samba-danser. Deze mensen kunnen heel makkelijk in gesprek met een ander of zich aan andere zaken wijden, zoals het versieren van een danspartner. De beweging als zodanig, dat is geen gegeven meer. Een kenmerk van die autonome fase is dat als je daar dan de aandacht weer op gaat richten, je kan helemaal die beweging uitvoeren zonder al te veel aandacht, maar als nu om wat voor reden dan ook de aandacht daar weer op gericht gaat worden, dan kan dat een nadeel zijn voor die automatische bewegingsuitvoering. Er zijn mensen die daar op een handige manier van gebruik meten te maken. Bekend is het voorbeeld van de verliezende tennisser die een tegenspeler heeft die aan de winnende hand is, maar bij het wisselen van speelhelft dan zegt, goh, je hebt wel een fantastische backhand, je moet me toch eens echt vertellen hoe je dat doet. Misschien kan je daar enige woorden aan besteden. Die vrouw heeft helemaal niet bij stilgestaan en gaat dan iets over die backhand vertellen en is eigenlijk op dat moment verloren. De backhand zal niet meer zo goed geslagen worden. Bij mensen die ouder worden, kunnen allerlei processen optreden, natuurlijk ziekteprocessen, denk aan dementie. Dan gaat natuurlijk de integriteit van het brein verloren en vragen die bewegingen weer meer en meer aandacht. En ook het leren van nieuwe bewegingen is echt moeilijk geworden. Nou, het verbaast dan ook niet dat deze zaken natuurlijk gepaard gaan met veranderingen in het brein. En ja, dit college is daar te kort om daar heel veel over te zeggen. Dit plaatje laat zien de verschillen in breinactiviteit bij het uitvoeren van een reeks van bewegingen die nieuw is of die al geleerd is. En die rode gebieden die zijn actief als je een nieuwe reeks van bewegingen leert. Dus de prefrontale cortex, waar doelen gesteld worden, waar bewegingen gepland worden. De premotorische schors speelt daarbij een rol. De parietale schors speelt een rol bij het verbinden van zintuiglijke informatie aan uitvoeringssignalen. En het cerebellum speelt daar in die motorische leerprocessen ook een hele belangrijke rol. Maar als die reeks van bewegingen dan geleerd is, dan zijn het juist de blauwe gebieden die actief zijn. Je zou kunnen zeggen, de rode actieve leiden tot het in elkaar zetten van een nieuwe beweging. Een sturing die gesuperviseerd wordt door die structuren. En die blauwe gebieden, daar is eigenlijk een mentale voorstelling van de beweging al op zijn plek. Dit laat alleen maar de hersenschors zien, want ook in andere delen van het brein treden er allerlei veranderingen op. Er is een soort delegatieproces gaande van de sturing. Wat interessant is ook bij die breinveranderingen, is dat ze een hoge mate van specialiteit kennen. Dus de manier waarop dat brein zich dan aanpast, en we weten nu dat er ook echt structurele veranderingen zijn, niet alleen functionele veranderingen, zijn sterk taakspecifiek. Als je in het brein gaat kijken van een toppianist, en je zou dat in kaart brengen, welke structuren dan veranderd zijn, ja, dan zie je iets anders dan wanneer je gaat kijken in het brein van een top basketballer of een top jongleur voor dat matter. Dus zo kun je eigenlijk, we zijn nog niet zover, maar in principe zal het wel ooit mogelijk zijn dat je uit die breinstructuren toch wel een aardige inschatting kunt gaan maken waar iemand zo wel goed in is. Er is natuurlijk die oude slogan van practice makes perfect. Dat is natuurlijk niet waar. Practice makes permanent is een betere slogan. Als we intensief gaan oefenen, dan volgt uit dat automatiseringsproces dat we die vaardigheid ons eigen hebben gemaakt op een voor ons unieke manier. En dat kan wel problemen opleveren. Want er zijn allerlei situaties waarin
we een bepaalde vaardigheid ons hebben eigen gemaakt, waarvan we later beseffen van, goh, dat zouden we toch eigenlijk wel een beetje anders willen doen. Het kan ook zijn dat er een ontwikkeling is, bijvoorbeeld in de materialen die gebruikt worden, die vraagt om een nieuwe coördinatie. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de klapschaats. En ja, dit komt uit de kamer van mijn collega Jos de Koning. En als hij zoek raakt, dan ben ik mijn leven niet meer zeker. Maar dit is een van de twee originele prototypen van de klapschaats zoals die in 1985 is ontwikkeld naar een idee van Gerrit-Jan van Ingenschenau. En het idee achter die klapschaats is dat je op een explosievere manier van de strekketen gebruik kan maken dan bij noren met vaste ijzers. Dat klapmechanisme is niet bedoeld zoals hier om leuk te klappen voor de spreker. Maar is bedoeld om die kniestrekking en enkelstrekking volledig te maken. En dat is dus een andere coördinatie dan je hebt bij noren met vaste ijzers. Toen deze schaats geïntroduceerd werd in 1985, heeft het nog zo'n 10 jaar geduurd voordat topschaatsers erop zijn gaan schaatsen. Topschaatsers zijn terecht conservatief. Hè, maar wat je krijgt is dat je op zo'n ding gaat proberen te schaatsen en je pas je oude techniek toe en je merkt dat je langzamer in plaats van harder gaat. Hè, dus dan leg je die dingen weer aan de kant. En investeren in een nieuwe coördinatie, ja, dat vergt dan nogal wat. Gelukkig waren er omstandigheden die maakten dat dat toch gebeurde. En in 1998 zijn er vrijwel op alle afstanden zijn er wereldrecords gesneuveld in Nakano ten gevolge van de introductie van die klapschaats. De vraag is, van, hoe doe je dat nou eigenlijk? Hè? Die techniek, die bestaande techniek vervangen door een nieuwe techniek. En dan komen we op het terrein van een methode die heet Old Way, New Way. En dat is een interventietechniek die ervan uitgaat dat je een neiging hebt om je bestaande kennis, jouw manier waarop je het doet, te beschermen tegen andere invloeden. Dat is niet alleen waar in expliciete zaken. Hè, bijvoorbeeld, je hebt een politieke overtuiging en je kan een discussie hebben met iemand anders wat je wil. Maakt niks uit, je blijft toch vinden wat je altijd vindt. Proactieve inhibitie, hè, het onderdrukken van andere ideeën. Maar dat speelt ook bij bewegingen. Je hebt een coördinatie die is van jou. En dan kan best iemand tegen je zeggen, ja, dat is niet goed, moet je anders doen. Maar dat helpt dus niet. En die proactieve inhibitie die probeert dat echt te adresseren. Juri Hanin uit Finland is daarmee bezig geweest. Met verschillende Finse atleten. Waaronder een Finse sprinster. En je ziet hier een mooie foto van sprinsters die starten. En je ziet, ze hebben nog allemaal een verschillende stand van dat bovenlichaam. Deze sprinster had de neiging heel snel overeind te komen, waardoor die start ineffectief werd. En wat mij vervolgens is gaan doen, is haar bewust maken van de sensaties die horen bij die start. Die foute start. Onder andere ook door haar blind te laten starten. Zodat ze zelf voelde hoe die start in elkaar zat. En vervolgens is men met haar aan de gang gegaan om een ander type start te realiseren en haar weer te laten voelen wat het betekende om die start te maken. Het idee hierbij is dat je dat oude adresseert, zodat je het kunt vergelijken met een gewenst gedrag. En uit die vergelijking stel je dan in feite de atleten in staat om zelf het verschil te gaan maken en naar een goede techniek toe te gaan werken. Goed, dat speelt ook in zaken waar het nog veel moeilijker is. Bijvoorbeeld een heel leuk voorbeeld is de reverse bike. Dat is een mechanisch onding waarbij er een ingenieus mechanisme is gemaakt, zodat je als je naar links stuurt de fiets naar rechts gaat. En ja, dat doorbreekt al je automatisme van fietsen. Zoals je hier ziet. Als je dus met een gewoon fietsprogramma daarop gaat zitten, ja, dan merk je dat je dat helemaal niet kan. En als je dat dan na heel lange oefenen hebt geleerd en je gaat weer terug naar een gewone fiets, dan kan je dat helemaal niet meer. En hier zijn volgens mij ook geen old way, new way technieken die helpen. En dus dit geeft een antwoord op de vraag waarom het zo moeilijk is een reeds geleerde, reeds geautomatiseerde beweging af te leren. Goed, wat kan een coach dan wel aan instructies en feedback bieden op zodanige manier dat een atleet of een sporter daar wat aan heeft? Dat is het onderwerp voor mijn volgende college.